Ik stem vooral op Partij van de Arbeid, want ik sta te popelen om samen met Manon Fokker, ze komt uit Maastricht, voor maar even een stapje naar voren, Manon. Zij staat op nummer 32 en ik zou het fantastisch vinden als wij straks samen namens de PvdA met al die andere partijen die wet kunnen gaan schrijven. Give me some. Move your body like, pull your hands up, move your arms around. Mag ik een kort vraagje stellen? Nou, ik moet wel doorlopen. Oké, okay, loop een stukje mee als je niet erg vindt. Ja, loop maar mee. Nou, de wietpas, het is al een tijdje geleden dat we erover gesproken hebben. Ja. Heel wat ontwikkelingen in de tussentijd. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik ben de woordvoerder zorg geworden. Oh jee. En mijn collega Marit Rebel is de nieuwe woordvoerder wietpas. Ja. Die houdt het helemaal tot in de detail bij. En die kan je er alles over vertellen. Oké, maar wat vind je er zelf van hoe het tot nu toe loopt? Ja, ik ben niet meer op de hoogte van alle details. Dus okay. Het is een beetje gevaarlijk als ik dan ga reageren. Oké. Maar vraag het haar eventjes. Ja, doe ik. Dankjewel. Ja, succes. Hoi.